Welkom allemaal bij deze rondleiding van de renovatie van de Piet Hein Tunnel. Piet Hein Tunnel is ongeveer 25 jaar oud. En als jullie hier om je heen kijken, we zien afsluitbomen staan. We zien heel veel verschillende tunnelinstallaties. En al deze installaties dienen vervangen te worden. Dus ik ga jullie meenemen de tunnel in om te laten zien, wat gaan we nu allemaal vervangen. Dit stemperaam is ook een van de verschillende onderdelen die gerenoveerd gaat worden. In dit geval wordt het stemperaam in deze buis en in de zuidbuis wordt geheel verwijderd. En er komen nieuwe stempelramen voor terug. Hier voor me zien jullie ook de damwanden. Op deze damwanden worden ook hitteweerende beplatingen aangebracht. Zodat als er een maatgevende tunnelbrand is, deze tunnel ook in de toekomst robuust genoeg is om zo'n dergelijke tunnelbrand te weerstaan. Hierboven op het stempelraam zien jullie ook tunnelverlichting. Dat is een van de installaties die ook vervangen gaat worden. Even over de traminstallatie. Je ziet hier kasten zitten die zijn gemerkt. Die zijn allemaal gelabeld met blauwe labels. Alles wat blauw is, heeft met de tram te maken. Dus we hebben één voor één alle kabels gevolgd en geregistreerd. En allemaal gemerkt. Zodat als deze ladderbanen verwijderd worden, dat de kabels in de nieuwe ladderbanen terugkomen. We staan hier bij een hulploskast. Dit is ook een van de onderdelen van de tunnel die vervangen gaat worden. Een hulploskast bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Er zit bijvoorbeeld een intercom in, maar jullie zien hier ook een haspel. En ook hier zit een inkoppeling op de blusleiding. In geval van calamiteit kan de brandweer die gebruiken om ook bluswerkzaamheden in de tunnel te verrichten. Alle vluchtdeuren in deze tunnel worden ook vervangen, zowel in de noordbuis als in de zuidbuis. En we gaan zo meteen door deze vlucht doorheen. En dan komen we in de vluchtgang uit, wat eigenlijk de veilige ruimte is in de tunnel. We staan hier boven de locatie waar de vuilwaterpompen zitten. Ook de vuilwaterpompen zullen worden vervangen. En zoals jullie kunnen zien, hierboven is een hijsconstructie. Op die manier kunnen we de huidige pompen uit deze ruimte verwijderen en de nieuwe pompen erin laten zakken. Een van de onderdelen die ook vervangen gaat worden is de tunnelbesturing. Die gaat dus heel vernieuwd worden. Tijdens de renovatie hebben we de strategie van lus tot lessenaar. Dus op het moment dat er een bepaald gedeelte van de tunnel in bedrijf genomen wordt, is het helemaal vanaf de lessenaar tot aan ook de elementen, de ventilatoren bijvoorbeeld, buiten in bedrijf genomen. Tijdens de renovatie blijft tram 26 rijden. En zoals jullie hier kunnen zien, staan er allemaal barriers geplaatst op het wegdek. En die zorgen ervoor dat de mensen in geval van calamiteit van de I-tram ook veilig kunnen vluchten. Een ander onderdeel wat gerenoveerd wordt is hier. We staan hier aan het einde van de vluchtgang. En ook dit gedeelte gaat verlengd worden zodat de vluchtgang wat langer wordt. Dat komt bijna helemaal tot aan het uiteinde van de tunnel. Als de renovatie klaar is, dan is de tunnel weer helemaal klaar voor de toekomst. Veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden.